klaarmaken. Op uw plaatsen 1, 2, 3, af. Dat is alles goed, dat is alles gevallen. Dit is stap tot. Nou, de korte baandraverij wordt georganiseerd op de Malibaandag. En de Malibaandag organiseren wij eigenlijk ter viering van ons 90-jarig bestaan als studievereniging. En is eigenlijk een dag om de faculteit te presenteren aan de bewoners in Utrecht. En dat gebeurt door middel van allemaal verschillende informatiestands, maar ook door een korte baandraverij waarbij twee paarden het eigenlijk tegen elkaar afleggen. Het is ontstaan, de korte baandraverij, in 1982. Dat was toen ter ere van ook ons lustrum. En dat is dus sindsdien elke 5 jaar georganiseerd. En het was eigenlijk ontstaan om aan de burger van Utrecht te laten zien wat diergeneeskunde nou daadwerkelijk inhoudt. En dat ook op een spectaculaire wijze te laten zien. Dus dat is eigenlijk het grondbeginsel waarvoor die korte baandraverij uiteindelijk is ontstaan. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, af. Nou, wij staan hier vandaag omdat het natuurlijk een paardenrace is. Nou, dat is. Wij vinden dat echt onacceptabel dat paarden gebruikt worden voor sport of vermaak voor mensen. Het gaat echt om instrumentalisering van dieren waar we tegen zijn. Door hier te staan hopen we eigenlijk gewoon aandacht te geven aan de vraagstukken over instrumenteel gebruik van dieren in de maatschappij. En om ook aan te geven dat wij gewoon hier tegen zijn. En dat we dat ook zullen laten zien en niet gewoon achter de schermen zullen staan. Waarom het de laatste keer is dit jaar, is eigenlijk twee redenen, waarvan er één heel praktisch is. Dat is omdat de Malibaan over 5 jaar niet meer bestaat. Maar de tweede is eigenlijk omdat we gewoon hebben gemerkt bij de organisatie van het evenement dat de maatschappij heel erg anders is gaan aankijken tegenover evenementen waar paarden worden gebruikt. En dat vinden wij heel erg belangrijk en die geluiden nemen we heel erg serieus. En dat heeft ons wel aan het denken gezet van, goh, is dit dan de juiste vorm om over 5 jaar weer de faculteit te presenteren aan de inwoners van Utrecht. En dat is waarom we eigenlijk hebben besloten dit voor de laatste keer te doen en er een andere invulling aan te geven voor 5 jaar. Nou, wij vinden het natuurlijk fijn dat dit de laatste keer is dat Malibaandag plaatsvindt. Maar wij vinden het ook wel jammer dat het toch nog doorging dit jaar. Ook al was er best veel protest ertegen vanuit verschillende partijen. We zijn wel blij met het besluit dat het toch niet een traditie zal blijven.